Met het uitvallen van de cv-ketel hou je eigenlijk nooit rekening. En als het dan toch zover is, kun je je beter goed laten adviseren door een deskundig installateur. Deze zal kijken naar de grootte van het huis, het type, de isolatie en het aantal bewoners. Het is niet leuk als je cv-ketel kapot gaat, want het is een vervelende uitgave. Koop je een bankstel, dan heb je er iets moois voor terug. Maar de cv-ketel wordt het pas leuk als je ziet wat het je gaat besparen op energie- en gaskosten. Een nieuwe ketel, geïnstalleerd door een deskundig en gediplomeerd monteur, heb je vanaf zo'n 1400, 1500 euro. Heb je een grotere ketel nodig met meer capaciteit en meer warmwaterafgifte, dan zit je rond de 1600, 1700 euro. Als je de cv-ketel niet in één keer wilt aanschaffen, kun je ook kiezen voor short lease. Dan kun je de kosten over 12 maanden verspreiden. En gewoon huren is natuurlijk ook altijd een optie. Het monteren van een cv-ketel duurt ongeveer 3 uur. Een HR-ketel is energiezuinig omdat er condensatiewarmte uit waterdamp wordt hergebruikt. Momenteel wordt er een nieuwe ketel bij je geïnstalleerd. Heb je daar een vraag over? Wat is het verschil van mijn oude ketel ten opzichte van de nieuwe ketel wat betreft de duurzaamheid? Hij is duurzamer op twee manieren. Duurzamer qua energieverbruik en duurzamer qua levensduur. De materialen die bij de huidige ketels gebruikt worden zijn veel duurzamer dan de ketels vroeger. En je bespaart enorm op gasverbruik. Hoeveel per jaar bespaar ik met deze nieuwe HR-ketel? Een situatie met een oude VR-ketel naar een nieuwe HR-ketel scheelt ongeveer 300 euro op jaarbasis. Van een oude HR naar een nieuwe HR scheelt je al gauw op de levensduur van de ketel 750 euro. Bij mijn oude ketel maakte ik nog wel eens zorgen over de veiligheid. Hoe zit dat bij deze nieuwe HR-ketel? De veiligheid, met name dan praat je over koolmonoxidegevaar. Daar hoef je absoluut geen zorgen mee over te maken, omdat de huidige ketels allemaal gesloten systemen zijn waarbij dat niet meer voor kan komen. Wil je zelf binnenkort je cv vervangen? Kijk dan gewoon even op wistjedat.tv.